Als vaste loven, Limburg, Benneveld, doordat ze wekenlang hups afgeteld. Referenza zijn altijd vastgesteld tijdens het jongste op de veld. We staan hier bij Maarten. Maarten is lid van de Studentenhaver. Maarten, kun je even voorstellen? Maarten Peut. Inderdaad, sinds het begin lid van Studentenhaver. Daar ben je onder andere actief betrokken bij de wagenboeien. En ik denk dat we daarom eigenlijk nu een beetje in de hal staan. Wie is uw vereniging ontstaan? In 2002, na de carnaval, hij heeft allemaal een middelbare schoolopleiding gevolgd op de Groenewald in Stein. En we vierden wel samen carnaval met heel veel lui, maar we hadden ook gezegd van de mot gaat meer zien dan alleen dat carnaval vieren. En zijn we eigenlijk met twee vrienden groepen bijeengekomen, onder leiding van een pap van twee van die degene die in die vriendengroepen zaten. En hebben we eigenlijk bedacht om een optocht te gaan lopen en om een wagen te gaan boeren. En bijbehorende pakken. En dan zijn we eigenlijk in een drukkerie in Bijks even begonnen met het boeren van de wagen en de pakken. En zo'n wagenboer, wie voor werk is dat? Wie veel werk ze er zelf van wil maken? Dus is het zelf, dat is een redelijk groot denkende wagen. Volgens mij is er een meter of 7 bij 2,5. We beginnen altijd klein en we zeggen altijd veel dingen moeten hergebroken van het jaar ervoor. Maar uiteindelijk komen die ideeën en dan is het toch uiteindelijk redelijk veel werk om zo'n wagen te maken. Je doet alles samen, dus heb ik begrepen, hè? Dus ook de muziek, de pakken maken en dergelijke. Ja, er zijn verschillende eigenlijk soort van commissietjes binnen de vereniging. Die dan, een deel wil zich bezig met de wagen, een ander deel met de pakken. Ander deel weer met de muziek of met het 2x11 gebeuren. En zo heeft iedereen eigenlijk zijn taak binnen de hele groep. Maar je wist zelf in de carnaval terechtgekomen? Ik heb het carnaval al van vroeger een beetje metgekregen. Met pa en mam altijd naar het café geweest vroeger in Steinhal. En ook optochten gelopen, ook kenjeroptochten met de schwaal met. En zo zijn we eigenlijk ook met die vriend van de Groenewald, wat ik net zei, zijn we eigenlijk ook een meisje en een Eilse carnaval gaan vieren vroeger. Ja, en ja, het liep toch altijd een leuk feestje eind van het jaar. Maar die optochten wat je loopt, wat is het hoogtepunt eigenlijk geweest tot nog toe? Het hoogtepunt, ja, dat zijn er eigenlijk een hele hoop. En eigenlijk is dat elk jaar weer, omdat ze gewoon einde 50 weken geen carnaval hebben. En dat is er eentje waal en we blijven er eigenlijk heel lang naartoe, hè, vanaf dat de eerste ideeën van de wagen komen en vanaf het boeren. En dan lessen er naartoe en eigenlijk is een hoogtepunt dat ze dan bij die optochten. De eerste is dan meisje altijd en dat ze dan steeds met die zelfgemaakte pakken, de zelfgemaakte wagen. Ja, dat ziet er toch altijd wel chic uit. Dat is eigenlijk hoe ze dan dat jaar naartoe hebben geleefd. Wie komt er eigenlijk aan het idee om zo'n wagen te boeren? Motief van zo'n wagen? Eigenlijk zijn er meerdere lui die soms wel een idee hebben voor de wagen. En dat wordt eigenlijk al vanaf dat het einde jaar is afgelopen, werden die ideeën al een beetje zo gedropt in de groep. Van wat zouden we volgend jaar gaan maken. En dan wordt dat langzaam uitgewerkt door een groepje. Zowel bij de wagen als bij de pakken. En dan komen die bij jij of het ook één geheel kent werden. En dat kent echt van alles zijn. Dit jaar hebben we bijvoorbeeld een thema rond de 2x11, maar we hebben ook een keer bekendere thema's gehad. Dat is Mickey en Minnie Mouse en Pinocchio, Bert en Ernie of gewoon een lentebeesten. Dus eigenlijk is dat altijd een omvattend thema. En ja, dat wil eigenlijk wel een jaar over nagedacht hoe je dat gaat. Dit jaar is 2x11. Is dat iets speciaals georganiseerd dan? We gaan nog een activiteit organiseren, sowieso voor 2x11 jaar bestaan. We gaan ook de groep uit deze hal gaan vertrakteren. Dat is eigenlijk wel gebruikelijk om te doen. En we hebben zelf eigenlijk gewoon het thema feest. Dus ook omdat we 2x11 jaar bestaan. Heel veel cadeautjes, zes en zes op de wagen, ballonnen, een beetje trek naar
alle andere jaren, dus de pakken die we eerdere jaren gehad hebben. Dus we proberen eigenlijk een beetje ook het verleden en het heden met elkaar te vermengen in dit thema. Maar dan moet er wel veel creatief inzicht zijn bij u. Ja, er zijn er wel een paar die dat hebben en die komen ook steeds weer met nieuwe ideeën. En ook in het laatste werk werd altijd alles weer aangepast, of alles aangepast, er werden weer details aangebracht die ja, iedere keer net ietsje beter maken. Net, ja, er moet een paar creatieven hebben, een paar mannen die kennen bouwen, een paar mannen die pakken kennen maken. Dus eigenlijk van alles gaat. Die pakken maken, dus moest ook creatief bezig zijn? Zeker weten, dat zijn creatieve geesten en moest het ook kennen. Dat is een ander denk. Is hij vanaf mei bezig met die pakken? Ja, vanaf mei werden er volgens mij 70 pakken gemaakt bij EMS Tools. Waar we er nog een hele groep mee bezig is. En kronen en ja, als je de details ziet, zo goed je in ieder geval werk dat kent zien. En de muziek, wij kunnen met de muziek? Nou, daarvoor eigenlijk elk jaar, ja, daar kunnen we sowieso een grote box op te staan, want ja, zonder muziek geen carnaval natuurlijk. En ja, we zijn ook met een groep bezig om daar een beetje de liedjes te maken van wat kent ze draaien. En we hebben verschillende ideeën gehad, we hebben ze een paar jaar voor een DJ op de wagen gehad. We hebben alles achter in de wagen aangelopen met een lease om dat helemaal aan te passen. We proberen nu, dat is tegenwoordig Spotify, daar proberen we een lease samen te stellen van alle nummers, hopen we al denken dat Lu op kunnen gaan bewegen of wat jullie leuk vinden om in de Polonaise te lopen. In het kleinste café is er nog wat gedoe. Nu plekken met de nazel aan de roet. Door de drukte gevangen, verzotten in de lu. Ja, de passie is vooral begonnen met het creatief zijn met spullen, materialen en middelen. Thuis kregen we ook alle mogelijkheid om ook aan alles te werken, om iets van nul tot iets concreets te maken. Ja, en voor carnaval is het ook gewoon, kan niet zo gek. Dus vroeger als kind zijnde mochten wij eerst uit de oude verkleedkist bij mijn moeder of bij mijn tante, mochten we daar iets uitgraaien. Nou, wat wil je dit jaar worden? En hoe ouder we werden, mochten we ook mee gaan bedenken en zelf maken. En ja, dat mondde uit in het feit dat Studentenhaven al begonnen was, voor mijn tijd. Toen was ik nog te jong volgens mij om überhaupt te mogen deelnemen. En uiteindelijk heb ik eens besloten om mee te doen. Nou ja, Moedas is zeer creatief en handig met stof. En dat heeft geresulteerd dat ik daar uiteindelijk ook wel weer mee wil doen. En bezig zijn met alleen maar leuke dingen te ontwerpen. En ja, dat is vooral het leuke eraan. Buiten de standaardkaders waar je al de hele week en altijd al rekening mee moet houden, hoeft dat hier niet. Dus dat maakt het echt het allerleukste. Ja. Mm-hmm. Maar loop je zelf ook mee met de optocht? Ja, ik loop alle optochten mee. Dat is ook eigenlijk mijn carnaval, het meelopen van een optocht. Het niet meer, ook al heb ik nu de leeftijd bereikt dat ik dat ook allemaal niet meer kan. En optocht lopen en op stap gaan. Maar ik vind dat wel een beetje het deel. Dus zaterdag, moment suprême in Meersen, dat is wel het spannendste moment. Om dan alles bij elkaar te zien. Maar ja, dat vindt u zelf ook altijd wel het spannendste moment. Ja, het spannendste is nu dadelijk. Dat is nu vanavond. Tussen 5 en 9 mogen ze dus alle spulletjes komen halen. Maar je bent er al zo lang mee bezig. En het is een hele grote groep. Dus het spannende is, klopt het wel? Past het wel? Nou ja, die dingen allemaal. Dus dat vind ik heel spannend. En dan inderdaad zaterdag, de eerste optocht. Ja, dan is het... is iedereen tevreden? En dan zie je de hele groep compleet, hè. En dat is, dat vind ik een kick moment. Zo van, oh, kijk eens aan, potverdorie, we hebben het weer voor elkaar. Dat vind ik leuk. Hoe komt je aan die ideeën om dat zo te ontwerpen? Ja, ik ben altijd wel creatief geweest zoiets groeit eigenlijk ook, hè. Als je een onderwerp hebt... Dan heb je echt iets van, oké. En dan heb ik wel altijd wel gedachten van, dat kunnen we zo doen. En dan maak je een proef iets. En dan in de loop van de tijd ontwikkelt zich dat helemaal. En dan kom je eigenlijk tot zo'n resultaat. Te zien om... Iedereen moet ook een tasje hebben, hè, want dat vragen ze gelijk ook. Van, krijgen we ook een tasje? Dat. En de ervaring leert ook, je moet rekening houden, het is een grote groep en de pakjes willen we eventueel ook weer daar doorverkopen. Dus het moet ook de mate, het moet ook een beetje one size zijn. En het moet makkelijk zitten.
maakt het ook wel weer uitdagend. Dus zo'n pakje ontstaat ook wel door te kijken naar het lopend jaar. Of je anderen ziet van, oh, dat is leuk, oh, dat is handig. Weet je? Dus ja, soms is goed gejacht zelf beter goed gejat dan zelf bedacht. Dus dat, en ook wel de stoffen en zo bepaalt ook wel weer wat je kiest van type stof, wat je ermee kan of niet kunt doen. En dat... En het is altijd toch wel spannend. Je krijgt een bepaald budget en daar wil je het heel graag van maken. Binnen het budget blijven, maar ja. Iedere lid krijgt de kans om zijn eigen pakje te kopen. Dus als je het echt een super vet pakje vindt en je denkt, nou, daar wil ik wel vaker gaan lopen, dan koop je hem. En alles wat niet verkocht wordt, of niet gekocht wordt door de leden, wordt weer verkocht. Ja, en dat is al, dit jaar is het een succesvol jaar geweest. Bijvoorbeeld met de dino's van vorig jaar. Dus de verkoop is echt goed geweest. Ja. Ja, dat is voor ons alleen maar ideaal vanwege onze... Ja, we zijn een vriendengroep die het allemaal low budget willen doen, maar toch altijd het maximale eruit willen halen. Ja, dan is zo'n verkoop ideaal. En dat is het leuke eigenlijk ook. Er zijn ook andere carnavalsverenigingen hier iets verder. Die hebben altijd interesse in de pakjes van wat is jullie thema. Kunnen wij het volgend jaar weer eventjes met jullie contacten of dat thema ons ook eigenlijk past. En die dingen, dus dat is eigenlijk wel heel leuk. Pakjes waar wij ook altijd rekening mee moeten houden is met verlichting. Dus dat is altijd wel een belangrijk element, want we lopen met de lichter toch mee. En dat maakt het ook altijd wel leuk en ook sfeervoller aan de pakjes. Mooi. In het kleinste café is er nogal gedoe, nu plekken met de nazel aan de hoed. Door de drukte gevangen, verzotten in de lu. In het kleinste café is er nog wat gedoe. Nu plekken met de nazel aan de roet. Door de drukte gevangen, verzotten in de lu. Verkennen niet of deur of achterhoed. Zoek nog het ruimte, maak plaats en schuif op. Toen kreeg het weer even in de kop. Het is die vergeet beweging die eens links en rechts op zieganden van tussen in die slange vlieg. Dit is de super schlome schoenkelpolonaise. Niet nog vuren. Nou, goedenavond. Ik ben Danny. Ik ben lid van Studentenhaver, van Carnavals Vaste Lovensfrung Studentenhaver. Ik denk dat ik er nu al een jaar of 7, 8 bij zit. Samen met het gezin, een vrouw, mijn kinderen, dochter van 9, zoon van 7. Gaan ook met de carnaval mee. Ja, carnaval zit er eigenlijk al mijn hele leven in. Ik heb met de paplepel is het ingegoten. Mijn ouders die zijn al tientallen jaren bij een carnavalsvereniging in Brunsum, waar ik dan ook vandaan kom. Dus het carnaval heb ik daar mooi van meegekregen. Helaas het Limburgs praten niet. Dus we zullen het maar op het Nederlands houden. Wij doen met Studentenhaver doen we verschillende dingen. Wij lopen met name, we zien onszelf een beetje als een vaste lovensvereniging. We lopen dus met name een aantal optochten mee. En daar bouwen we het mooie wagen voor en mooie pakjes. En daar hebben we allemaal groepjes voor. Dus bijvoorbeeld een bouwteam en een pakjesteam en een schminkteam en een muziekteam. En op die manier draagt iedereen zijn steentje bij. Nou, dit jaar hebben wij als thema feest, want we bestaan 2 keer 11 jaar. En datgene wat we nu aan het maken zijn, is een mooie wagen waar onder andere een hele berg cadeautjes op moeten komen. En die cadeautjes die heeft iedereen thuis papier-mâché'd. En die worden dan hier naartoe gebracht. En dan mag ik ze gaan verven. Dus ik heb een aantal kleuren verf. En dat gebeurt dus hier.
In de hal waar onze wagen staat, is daar ook niet altijd de ruimte voor. Zeker omdat daar natuurlijk ook aan de wagen zelf nog gebouwd moet worden. Er komt een grote kist op en een grote pop op die nog gemaakt moeten worden. Dus het is ideaal om dan vanuit thuis ook een stukje te kunnen doen. En dan kan het ook mooi om 10 uur 's avonds als de kinderen in bed liggen, bij wijze van spreken. Dus ja. Als vaste loven Limburg Benneveld, doordat ze wekenlang hups afgeteld. Dat voor hen zijn altijd vastgesteld, tijdens het jongsten op de wel. Café is er nogal gedoe, nu plekken met de nazel aan de hoed. Door de drukte gevangen, verzotten in de lu, verkennen niet of uur of achterhoed. Op zich nog het ruimte maken. Hallo, ik ben Elise, ik ben 10 jaar en ik ga jullie vertellen over carnaval. Carnaval is een feest waarbij je heel blij bent, kunt dansen en vooral doen wat je wil. Het gaat gewoon om gezelligheid, blijheid. Ik zit in de groep Studentenhaven met allemaal vrienden. Ik ken ze allemaal, ik ben er heel blij mee. We bestaan nu 22 jaar en wij hebben een heel groot feest. Daarom zijn wij zo blij. We hebben heel vaak heel veel verschillende thema's gehad. Heel veel. En daar zijn we ook heel trots op. We staan hier bij de wagen van Studentenhaver. Het is weer een zwaar resultaat geworden, zoals je ziet. Wat we ook altijd doen is proberen om zoveel mogelijk leuke vaste lovensmuziek te draaien op de wagen. En dat werd eigenlijk door een groepje van Leven Studentenhaver gedaan.
die zetten zich bij in, die maken een Spotify playlist. We zijn heel modern tegenwoordig. En dan mag iedereen muzieknummers aandragen en ze maken er een playlist van. Dat drijven op de wagen tijdens de optochten. He, voor verzoeknummers kent er dan nog altijd. En ja, zo maken we er een leuke optocht van. Een dag weerke en nou zit hij hier zo zwaar als een veerke. Gisteren heeft hij nog tot 3 uur gezeten. Alleen zijn jas, die is hij vergeten. Shit, shit, shit. Het is kermis en dan is het hier altijd druk. Kermis of niet, op den hoog op die kruk. Er zit altijd dezelfde, echt zo'n stille. Beroepsvrijgezel zien een tiet te verspillen. Vertel over vroeger, het vuur doet gevreten. Alleen zien een naam, die ben ik vergeten. De bandjes die het hier weer te spuren. En ik denk dat ik weet hoe ze zich nou vuren. Je maakt wel muziek, maar je minst in het snap. Iedereen drinkt en niemand te klap. Je moet wel van geld op muziek zien bezeten. Of op zijn minst snel kunnen vergeten. Ik heb het zoen, dan krijg ik